Ja, bij Feyenoord hoor ik altijd, ja, we hebben geen geld en we hebben maar een beperkt budget en we kunnen geen spelers kopen. Dat allemaal. We zijn al geen Ajax, dus we moeten het hebben van de eigen jeugd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar kijk nou even wat er gebeurd is rond die Jaap Stam. Ik zei in oktober, zei ik, hey Feyenoord, neem Jaap Stam. Want die zat in oktober gewoon thuis. Ja, die zat zich te vervelen. Die zat bij de telefoon. Die dacht, wie gaat mij nou bellen? Geen Feyenoord, niks. Ja, en wat gebeurde daarna? Ja, toen kwam Pik. Ja, toen kwam Pik. En Jaap, ja, die hoorde dus niks. Dus die tekent bij Pik. Ja, gevolg dat Feyenoord nu... Ja, die moeten dan ineens een afkoopsom betalen. Hey. Las je dat ook in de krant? 8 ton. Hallo? 8 ton. Zomaar, woep, de sloot in. Weg, 8 ton. Hé, hey, ja. Ja. Ja, en wat had je daar allemaal niet voor kunnen doen? Qua spelersalaris en noem het allemaal maar op. Hé, hey, dus Feyenoord. Volgende keer, als ik een tipje geef, even luisteren.